Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 22 oktober 2015. Dit is het bulletin van donderdag. Even een mededeling vooraf, vanaf zondag 25 oktober begint de avonduitzending van de Daily Minutes in plaats van om 5 over 7, al om 7 uur vanaf aanstaande zondag dus. Op amateurradio.com staat een artikel over een extreme test van de Baofeng UV-5R. K5 Charlie Lima Charlie ging daarbij een stapje verder dan de anderen door de portofoon in brand te steken. Hij liet echter eerst zijn 2-jarig kind met de porto spelen, maar die bleef gewoon werken. Vervolgens reed hij er een aantal keren overheen met zijn truck, de accu's barsten open, maar de porto bleef nog steeds werken. Vervolgens besproeide hij het apparaat flink lang met de waterslang. Doordat de speaker door het water niet meer goed kon bewegen, was het geluid een stuk minder, maar de UV-5R ontving en zond nog steeds. Kletsnat liet hij het natte apparaat vervolgens bevriezen in de diepvriezer. Opmerkelijk resultaat, het display liet op dat bevroren moment niets meer zien, maar de Baofeng zond en ontving desondanks nog alsof er niets aan de hand was. Daarna liet hij het apparaat ontdooien op een zinken dak. Voor wie het vervolg wil zien, een linkje naar de video staat op pnlete.nl. Het resultaat zal je in elk geval flink verbazen. Er staan meerdere nieuwe artikelen op ham-dmr.nl. Lekker onlangs nog een luwte in het Digital Voice nieuws. Daar lijkt nu in elk geval geen sprake meer van. Er is een audiofix voor Motorola-apparaten die een probleem lijken te hebben met de automatic gain control. Verder is er een filmpje met de DV4 Mini tijdens mobiel gebruik. En het DMR Plus netwerk in Nederland wordt nog een keertje uitgelegd. Nog meer voor digitale spraakmensen. Er staan fraaie foto's van de DV4 Mini aangesloten op een Raspberry Pi op de website digitalvoice.be. En er is weer een melding primair gebruik bijgekomen. De intocht van Sinterklaas in Meppel. Meerdere dagen van woensdag 11 november tot en met zaterdag 14 november. En slechts op één frequentie, 2355 MHz met 8 MHz bandbreedte. Op radio-tv-nederland.nl zag ik nog een leuk videofilmpje dat KPN onlangs maakte van de plaatsing van een nieuwe DAB Plus zender in Doetinchem. Het filmpje met een link naar de site is ook te vinden op www.pnlete.nl. Radiopiraten, de mannen en vrouwen die in zelfgeknutselde studio's het levenslied de eter in slingeren. Ze werken met illegale zendapparatuur. Het agentschap Telecom is de autoriteit op het gebied van zenderfrequenties en die spoort illegale zendapparatuur op. En eenmaal in beslag genomen gaan de spullen linea recta naar het beslaghuis in Utrecht. Op deze amateurbeelden is te zien dat de opsporingsdienst van het agentschap Telecom zendapparatuur in beslag neemt die op grote hoogte bevestigd is. De bekabeling loopt naar een provisorisch huisje wat de stroom levert. Dit soort apparatuur komt meestal bij het beslaghuis Midden-Nederland terecht. Dit is allemaal zendapparatuur, althans elektronica die gebruikt wordt bij illegale zenders. Dat betekent dat dat zenders zijn die geen vergunning hebben van het agentschap Telecom om radio-uitzendingen te doen. En als je geen vergunning hebt voor het maken van radio-uitzendingen en je doet het toch, dan kan dat voor problemen zorgen. Aldus agentschap Telecom. Nou, je luistert naar de radio en je hoort ineens heel veel ruis of je hoort er ineens iets heel anders doorheen. Maar ze kunnen ook luchtvaartverkeer verstoren en dat is natuurlijk heel erg gevaarlijk. Etherpiraten zouden een vergunning kunnen aanvragen, maar hiervoor moeten ze betalen en dat willen ze niet. Ze spelen liever een kat-en-muisspel met het opsporingsteam. En dan lopen ze het risico hun spullen kwijt te raken. Dit is het resultaat van een tijdje in beslagname. Dit is opgespaard van een heleboel zaken. En dan krijg je best wel een aardige hoeveelheid. Maar dat zijn een aantal incidenten geweest. Zo ook deze aanhangwagen die neergezet is ergens in Nederland en dan helemaal ingericht is om zelfstandig uitzendingen te kunnen gaan doen. Eenmaal in beslag genomen kunnen de etherpiraten dus niet meer uitzenden. Deze aanpak heeft succes. We merken dat illegaal frequentiegebruik met de helft is afgenomen. Dat we ook een stuk minder storingsmeldingen krijgen. Dus dat is hartstikke positief. Het blijft meestal bij het in beslag nemen van de zendapparatuur. De daders zijn lastig te achterhalen, omdat het gaat om onbemande apparatuur. Als de illegale radiomakers wel gevonden worden, dan kunnen ze een boete krijgen die kan oplopen tot tienduizenden euro's.
Daarnaast moeten de etenpiraten diep in de buidel tasten om nieuwe apparatuur aan te schaffen. Want deze spullen zien ze niet meer terug. Het Openbaar Ministerie heeft hier al van bepaald dat het vernietigd moet worden. Dus daar gaan we voor zorg dragen, onder toezicht. En in dit geval zal dit allemaal geschredderd worden, zodat dat niet nog eens gebruikt kan worden. Wat je hoorde was het geluid van nog een derde filmpje, gevonden op de site van www.eterpiraten.com. Het filmpje is van RTW Utrecht en is ook te vinden op pnlete.nl. Het laat zien wat er gebeurt met de in beslag genomen apparatuur, zoals te horen is. Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2NOS. Nu is dat nog om 5 over 7 en 's ochtends om 10:30. Verder zijn de uitzendingen onder andere te beluisteren op youtube.com/PA0ETE. Volgt nu het Morsewoord, hoewel dat er dus meerdere zijn.